Het is definitief. Er komen 16 tot 18 nieuwe appartementen in de sociale huursector aan de Heersweg in Druten. Het gaat om een uitbreiding van appartementencomplex De Kriekenhoek. 4 jaar geleden was hier ook al sprake van, maar ging het plan uiteindelijk niet door. Nu heeft het college van burgemeester en wethouders het alsnog goedgekeurd en de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld.